De vloek van de farao's. Alexandrië. Ik ruik de kamelenmest al. Neem me niet kwalijk, o Caesar. Hoe graag ik ook mee aan land wil gaan, moet ik toch nog even terug naar Rome. Zou u me daar even kunnen afzetten? Tenminste, als het niet te veel moeite voor u is. Ik wil me niet verstoppen, hoor. Ik ben alleen mijn reispapieren vergeten. Al 2 weken bij het legioen en nog doet hij het in zijn broek? Dacht je soms dat we Egyptenaren eerst om toestemming vragen voordat we ze een lesje leren, jongetje? Vandaag wordt er niet gevochten, Rufus. We hebben vredige bedoelingen. Geen reispapieren dus, probatus? Je persoonspapieren is ook goed. De grenzen zijn open. En verman je nu een beetje, jongen. Schouders recht, borst vooruit, neus in de wind en voor je uitkijken. En geloof me, dan zal je angst verdwijnen. Ze komen, meesteres. De Romeinen zijn er. Eindelijk. Onze ontmoeting zal de vrede tussen Rome en Egypte waarborgen. Oh, zeker, Cleopatra. Caesar moet... Wat is er aan de hand? De wapen! Wat doen wij als nee? Verspreiden en alarmeer de vloot! Nee! Ptolemeus, nee! Wat doe je, farao? De Romeinen vallen ons niet aan. Ze willen alleen met ons praten. Dat geloof je zelf toch niet, zusje? Ik zeg je, ze willen oorlog. Ja, maar wij regeren samen over Egypte. Je kunt niet zomaar tot de aanval overgaan. Kan ik dat niet? Ten aanval! Ze zullen ons triomfantelijk ontvangen. Denk je niet, Marcus? Zeker, Caesar. Oh man, dat lijkt niet echt op welkomstvuurwerk. Dekking! Allemaal in positie! Moeten we terugschieten, Caesar? Nee, ja, maar dan niet meer dan 1 keer. Het vuur! Dekking! Stop met schieten! Staakt het vuur, stelletje onbenullen! Een vreselijk misverstand. Excuus, grote Caesar, en hartelijk welkom in Egypte. Cleopatra. We bouwen een podium om feest te vieren met de Egyptenaren. Misschien blijf ik dan nog 2 zandlopertjes langer. Ja, een feest. Maar als je zo blijft treuzelen, dan... Wat onhandig. Rome en Egypte sluiten vrede, farao. Uw zus heeft veel moed getoond toen ze bij de aanval Caesar tegemoet is gelopen. Ja, het volk ziet haar nu als de betere leider. Jij en je mannen moeten de vrede voorkomen, Hakim. Maar hoe, farao? Ons leger is trouw aan Cleopatra. Niemand zal tegen de Romeinen willen vechten, behalve... Behalve? Behalve als we de plaag uit de Anubiskluis ontketenen. In de piramide. De plagen? Ja, maar als we die ontketenen, betekent dat een ramp voor het hele land. Vreselijke hagelstormen en zwermen sprinkhanen zullen alles verwoesten. Zo is het, farao. Maar de mensen zullen het zien als een teken dat de vrede met Rome hen in het ongeluk heeft gestort. En Cleopatra zou in 1 klap uitgeschakeld zijn, zodat ik alleen over Egypte kan heersen. Ga naar de piramide en ontketen de plagen. We doen het tenslotte voor me, voor Egypte. Natuurlijk, farao. Dat is niet goed. Helemaal niet. Bij Jupiter. Er zal oorlog komen als we de plannen van je broer niet verhinderen. En ik weet ook al wie dat gaat doen. Grafrovers vangen, de plagen vinden. Ik begrijp niet wat ik hiermee te maken heb. Ik zou hier eigenlijk niet eens moeten zijn. Misschien kunnen we proberen om met dit ding terug naar Rome te rijden. Misschien laat Caesar je dan ook meteen voor de leeuwen gooien. De leeuwen? Ik denk dat Caesar onder de indruk van je was omdat je ons op de boot waarschuwde voor die aanval. Maar dat was gewoon geluk.
Wat weet ik hier nu allemaal vanaf? Vertel mij wat, Probatus Maximus. We moeten omkeren en het aan Caesar uitleggen. Stil nu en doorrijden. Bevel is bevel. Oh, nee, ik zei toch doorrijden? De piramide. Hier loopt het dood. Die kaart is toch wel goed, hè? Zo moet het kloppen. Dat werd ook wel tijd. We gaan ze pakken voordat ze de plagen vinden. We gaan ze pakken, ze zijn met z'n drieën. Nou, en? Na u. Samir, kom terug jij. Romeinen. Nou, wacht maar. Kom, mannen. Gaan we ze nu dan pakken? Later. Eerst gaan we ons even strategisch terugtrekken. Kraten. We rennen weg. Achteraan. Neem die vandalen in je hand. Sneller, mannen. Ik geloof dat we ze kwijt zijn. Hé, hey, zie je dat? Dat is Anubis. En dat moeten de plagen zijn. We zitten goed. Er moet hier ergens een geheime gang zijn. Zelfs als er een geheime gang zou zijn, kleintje. Dit Egyptische gebouw beschikt over de nieuwste piramidetechnologie. Dus hoe kan een wijsneus als jij hier nou ooit iets vinden? Oh! Hoor je dat? Zeg dan meteen dat je hier de weg weet. Ja. De urnen met de plagen. Ha! Geen beweging, Romeinen. Dachten jullie echt dat jullie de plagen van onze neus konden weghalen? Ik zei toch al, opa, dat zijn geen bloemenfazen. We zullen een ander souvenirtje voor oma moeten zoeken. Neem me niet kwalijk, geachte grafrovers. Mijn grootvader is een beetje in de... Wat? Waar heb je het over, snotneus? Ik zou hooguit je vader kunnen zijn. Kom maar, opa. Het was een lange dag. Nu is het genoeg. Ik ben jouw opa niet. Ik ben de centurion in dit gekke huis. Dat was super, Marcus. Ik dacht bijna dat je echt boos op me was. Ja, ik ook. Bijna. Ha! Oeps! Weg hier, snel! Wacht, Nee, kan er nu niets goed lopen? Kom op, sneller! Farao! Hij zwaait met een rode vlag. Dat betekent... Ik weet wat dat betekent, domkop. Bij Anubis. Hakim heeft het verprutst. Het feest zal plaatsvinden. Of misschien niet. Zeggen ze daar nog niet goed vast? Een aanval op Caesar's tent! Legioners, in positie! Kunnen die wat sneller? Wat denk je? Ze zitten ons op de hielen! Kijk voor je! Hoe komen we bij het paleis? Die kant op! Remmen! Te laat! Hé? Dat was op een dippertje! Verdorie! Leg de wapens neer! Het is allemaal de schuld van mijn broer. Start het gevecht. Dat is een bevel. Hou op. Ophouden. De Egyptenaren zijn onze vrienden. We zijn hier niet om te vechten, maar om onze vriendschap te vieren. En hoe weten we of we ze kunnen vertrouwen? Dat weten we omdat... Omdat... Omdat
laten we jullie iets lekkers te drinken aanbieden. Op onze vriendschap. Riemen, hoera! Lang leven Cleopatra! Zijn ze dat? De plagen? Ja, Caesar. Ik stel voor om ze op een zeer veilige plek te bewaren. Nou ja, ik moet toegeven, je hebt goed geholpen bij mijn missie. Mag ik alsjeblieft? Uiteindelijk was ik het die geluk bracht. Helemaal niet. Schiet op Caesar, nu! Echt, nu? Maar uw koninklijke zus heeft gezegd dat... Haar neusje is zo wonderschoon. Grijp hem, mannen! Jammer, jammer. Zo is het toch helemaal niet bedoeld? Helemaal niet slecht, opa. Opa, niet zo brutaal, jij pummel. Voor jou is het nog steeds Heer Centurion. Wil iemand nog iets? Wat soep misschien? Nee? Niemand? Huh? Pap? Nou! Pap? Ah, heb ik. Hier, kijk eens. Nog een ui. Oké, hij is niet super vers, maar beter dat dan helemaal geen ui, toch? Ach, laat maar, pap. Er is toch niemand die soep wil bestellen. Huh? Piraten vallen! Alarm! Piraten! Alarm! Nee, hè? Laat de kanonnen! Piraten? Oh, jakkes! Kijk aan, het kraaiennest. Dat is meer dan 20 jaar geleden. Waar zijn ze gebleven? Ik geloof die kant op. Ja, daar zijn ze, jongens. We zullen eens nagaan of die oude vissenkop de waarheid heeft gesproken. Voordat ik hem overboord smeet. Kalle Calamari heeft de geheime schuilplaats toch al verraden? Jep, dat heeft de kapitein niet goed gedaan. Huh? Oh. Inderdaad, daar is hij. De kaart naar de schat van de geestenpiraten. Eeuwige rijkdom voor mij, de grote Jack Silver. Wat stinkt hier nou eigenlijk zo? Trommels, heb jij dat klaargemaakt? U heeft geluk, meneer de piraat. Op dit moment geldt de middagaanbieding nog. 1 soep betalen en 1 grote kruik met grog helemaal gratis. Die heeft te veel gezien. Oh. We nemen hem mee. Nou ja, rabarbersap mag ook, hoor. Een nieuwe scheepskok? Dat lijkt me goed. Hij zet geen voet in de kombuis, idioten. Hij moet de dek maar schrobben. Rossen los! Opschieten! In de boten, mannen! Volle kracht vooruit! De Britse soldaten vallen aan! Ze weten, we moeten er achteraan! Jep! Broer, hard steunboord! Peter, hij zit op de boot! Goed zo, we schudden ze aan! Ik geloof dat ik hier niet nodig ben, hè? Dan ga ik maar... Hier blijven we hier. Hey, pas een beetje op. Wat?
Oh, een meisje? Scherpzinnig, hoor. Wat doe je hier? Zie je dat niet? Ik wacht tot oom Zilver me er weer uitlaat, die gemeenerik. Is die sukkel van een piraat jouw oom? Hé, let op je woorden. Het is wel mijn familie, ja? Wat? Die snertvent heeft een schatkaart van ons gestolen. En ik zeg gewoon wat ik wil. Dat doen piraten nou eenmaal, landrot. We stelen schatten en schatkaarten. Auw! Ja, jammer dat ik er niet bij was. Ja, omdat die leuke oom je hier had opgesloten. Alleen omdat ik iemand wilde helpen die hij overboord gegooid heeft. Was dat Calamari? Huh? Geestenpiraten aan bakboord! Geestenpiraten? Oh man, was het nog niet genoeg? Alle hens aan dek! Laat me de langs, lichtmatroos! Wat is dat? Ahoy, kameraad. Waarin voert de reis? Ik ben kapitein Black en ik ben vervloekt. Dat is inderdaad onaangenaam. Maar ik ben bang dat wij u niet kunnen helpen. Toch, mannen? Nee, natuurlijk niet. Misschien toch wel. Ik heb begrepen dat je druk op zoek bent naar een schat, Jack Silver. En wel op zoek naar mijn schat. Oh, die hoed. Die staat u erg goed, sir. Waar vind ik er zo een? Maak je geen zorgen. Ik wil jullie zoektocht niet verhinderen. Ik wil jullie de schat zelfs schenken. Oh ja? Alleen als ik iemand vind die op de magische schatsteen gaat staan met deze kaart. En daarmee dus vrijwillig het lot om als geest te leven op zich neemt, kan ik verlost worden van de vloek. Degene die mij deze vrijwillige levert, krijgt mijn schat. Oh, nee! Daar hebben we de vrijwilliger! Heel goed. Goed dan. Ja, maar... Peter! Goed dan! Op naar het schateiland! Psst! Hey, Peter! Hierboven. Hier, voor jou. De schatkaart? Heb je die van je oom gestolen? Nou ja, strikt genomen was die van jou, toch? Wauw. Dan zou ik nu de schat kunnen vinden. Shh. Kom mee, je moet hier weg. Huh? Oh nee. Kom, doorlopen. Ja, maar... Alles klaar? Ja, we kunnen. Helpen jullie mij? Haal je maar niks in je hoofd. Puur eigen belang, jongen. Denk je soms dat wij voor die geest willen varen? En jij, hup, spring. En jij? Snel, springen. Wat is hier aan de hand? Spring nou! Niet te geloven. Mijn eigen nichtje verraad me. Wat is dat? Dat kan toch niet? Wat? Oh, zie ik dat goed? Dat is het schateiland. Hoe kun jij dat nou weten? Hij heeft gelijk. Kijk daar, verderop. Snel, peddelen. Als de kapitein ons te pakken krijgt, laat hij ons kiel halen. Luister, ik wil jullie niet in de problemen brengen. Vanaf hier ga ik alleen verder. Hier, voor jou, kameraad. Dat brengt geluk. Ons pirateninsigne. Nu ben je een echte piraat. Landrot. Matroos. Hé, hey, laat me los. Huh? Zo, nichtje. Het spijt me, hoor. Maar als jij mijn vrijwilliger vrijlaat, ben je dus zelf aan de beurt.
Voor je familie moet je offers brengen. Ha, wacht maar tot ik er net zo afschuwelijk uitzie als kapitein Black. Het lachen zal je dan wel vergaan. Ze bedoelt het niet zo hoor, meneer de geestkapitein. Ik moet die schat als eerste vinden. Waar knokige Koos op wacht staat en er twee keer water de rots raakt, daarbinnen moet de knop eerst draaien voordat je naar het goud kunt graaien. Wat is dit nou? Huh? Oh, wat? Hou je van vis? Ik... Geen vis? Goed, dan eten we wel kokosnoot. Die liggen hier toch overal. Wacht, nou ja, je hoeft niet mee te eten. Maar allang leuk dat je mijn gezelschap komt houden. Dat zou ik graag doen, maar ik moet nu echt eerst knokige Koos vinden. Knokige Koos? Oh, die loopt niet weg. Maak je geen zorgen. Wat? Waarom niet? Nou, omdat die mors dood is, jongen. Knokige Koos was een piraat die zich tegen kapitein Black heeft gekeerd. Zijn botten liggen te vergaan, vlak bij de watervallen. De watervallen? Toch niet de twee watervallen? De schatkaart. Alle zeilmasten nog aan toe. Weet u waar dat is? Hoe kom je eraan? Dat kan niet waar zijn. Huh? Oh, knokige Koos? Waar knokige Koos op wacht staat en er twee keer water de rots raakt. Daarbinnen moet de knop eerst draaien voordat je naar het goud kunt graaien. Wauw. Peter. Ja. Jij lat rot. Ja. Zitten, jonge dame. Zeg maar daar, jongetje. Wat een ellende, lol. Wie was dat? Welterusten, meneer. Eindelijk weer wat actie. Zilver! Vallen! Nee! Wacht even, ik wil mee. Wegwezen. Waar naartoe? Daarheen, op naar het strand. Ja, en nu? De vloot van de Britse soldaten. Peter, eindelijk. We zijn er wel. Twee boeren en een dame. Ha, twee azen. Tja, vrienden, ik heb drie azen. Drie azen? Dat kan niet waar zijn. Je bedriegt ons, mevrouwtje. Zeg dat nog eens, ouwe man. Hey, kan het wat vriendelijker, stelletje lomperikken? Huh? Noemt hij ons nou lomperikken? Goed, dit rondje is van mij. Soep? Wat denk je nou, jongen? De mensen willen vis, ja toch? Hier! Toch wel jammer dat je oom er niet bij is. Ach, om Zilver hoef je geen zorgen te maken. Die wilde altijd al dat de mensen voor hem zouden rillen van angst. En dat heeft hij nu toch voor elkaar, of niet?